bij het Nederlands elftal wordt de Surinamer gewoon misbruikt. Hoe? Ze worden misbruikt. Waarom dan? Dat, ja, ook, dat klinkt ook krijgen, niet. Ja, ze krijgen niet dezelfde kansen die de witte spelers krijgen. Nadat Suriname een hele rits aan Surinaamse profvoetballers heeft geleverd, vindt Suriname het nu ook zelf nodig om een profelftal te starten. We staan hier nu bij Telstar en zoals je ziet hebben zij de klok. Maar nemen ze in Suriname nog steeds wel de tijd. Is dit je eerste keer in Nederland? Ja, dit is mijn eerste keer in Nederland. En om eerlijk te zijn bevalt het me, want ik heb het verschil gezien tussen Nederland en Suriname. Dus het verschil, zeg maar, tussen Europa en het Caribisch gebied, wat voetbal betreft. Balhandeling, balsnelheid. Dus alles is anders hier in Europa. Ze doen alles snel. Manier van positie kiezen, loop nemen. Ja, manier van coachen, dus alles. Dus veel sneller. Ja, ja, ja. Ze zeggen ook wel eens, de Europeanen hebben de klok en jullie nemen de tijd. Ja, 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 dat is wel waar, ja. Zo, nou, je bent helemaal in de juiste klederdracht. Jawel, meneer, jawel. En je bent voor Telstar? Nou, voor beide, zeg maar, voor beide. Nee, natuurlijk niet. Ja. Voor Suriname. Jawel, jawel, zeker, zeker. Nou. Hoe komt het nou dat Surinamers zo goed zijn in sport? Zit gewoon in ons bloed. Gewoon. Surinamers zijn altijd goed. We gaan het zo zien tegen Telstar. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Wij winnen misschien 2-0, met 2-0. Jullie hebben zoveel Surinaamse professionals geleverd aan Europa. Wat hebben jullie wel? We hebben talent. Dat hebben wij toch ook wel? Nee, maar wij hebben meer talent in Suriname. Vanaf kleinsaf spelen we daar in Suriname op straat. Weet je? Dus daarom zijn die jongens zo goed. We hebben altijd in Suriname op straat gespeeld. Op asfalt. Op asfalt hebben we gespeeld. Ik denk dat het komt door de potentie die ze hebben. Energie. Goed eten. Want dat is belangrijk. Dus dat Europese eten is niet goed? Nee, we zeggen niet dat het niet goed is. Maar kijk, wij eten aardvruchten en dat soort dingen. Heel veel groenten. En, heel veel? Heel veel groenten. Ja, dus vandaar. Maar ze moeten wel gaan wennen aan het klimaat hier, denk ik. Ook, ja, ook. En dat went er ook na. Dat went er ook aan, hoor. Kijk, ik ben ook hier. Ik ben nu 34 jaar, 35 jaar hier. Ik heb ook aan gewend. Is het anders om in dit klimaat te voetballen, bij wijze van spreken? Nou ja, het is anders te voetballen. Hier kan je niet makkelijk zweten en je moet constant rennen. Anders word je koud. Ja, ja. Vermoeiend. Vermoeiend, ja, maar. Als je pas bent aangekomen, ga je sowieso moeite hebben met het weer. Maar naarmate je traint. Moeite met het weer? Waar heb je dan moeite mee? Het klimaat is heel anders. Soms is het koud, soms wordt er geregend. En dan heb je het koud en dan moet je rekening daarmee houden. Want dat zijn we eigenlijk niet gewend in Suriname. Sommigen hadden wel vandaag met die wandeling. Zijn zoals koud trainen, is koud. Ik zeg net gewoon doorlopen, wordt er zelf warm. Door. Ja, heel goed. Ja, okay. Zo koud was het nou vandaag ook niet. Helemaal niet. In Suriname is het gewoon felle zon elke dag. Maakt niet uit als het 's morgens of 's middags is. En ze trainen twee keer in de week. En in Europa bij Pros trainen twee keer per dag. En is dat moeilijk coachen dan ook? Heel moeilijk. Ja, sorry, ik moet even overwerken. Nee. Dat soort dingen krijg je wel eens, ja. Ik moet vandaag, ik heb een jongen in de bouw, had ik. Die zei van, train, ik moet vandaag een fundering storten. Zegt u, dus kan wat later zijn, want het is belangrijk. En wat kan je een beetje leren van Dien? Ik kan heel veel van hem leren. Van, je moet altijd omschakelen als middenvelder. Soms moet je moet onvoorspelbaar zijn als middenvelder en je moet goals maken. Ja, dat leer ik van hem. Waarom denkt u dat de Surinamers gaan winnen? Omdat ze gekomen zijn om te winnen. Dus ik ga ervan uit dat ze vol energie zijn gekomen. En dat je niet zomaar van huis gaat om hier gewoon een 1-2'tje te spelen. Maar dat je met zekerheid komt, toch? We zijn gewoon dynamischer, we zijn technischer. En wij kunnen gewoon meer weerstand bieden tegenover de rest. En bij het Nederlands elftal wordt de Surinamer gewoon misbruikt. Hoe? Ze worden misbruikt. Waarom dan? Dat klinkt ook niet. Ja, ze krijgen niet dezelfde kansen die de witte spelers krijgen. Dus er is nog een enorme verdeeldheid, zeg jij? Ja, gecreëerd door Holland, door Nederland. Wat hoop jij voor Suriname in de toekomst? Nou kijk, voor de jongens in de toekomst hoop ik dat ze, zeg maar, hoe ze hier zijn gekomen met een vakantie om een paar vriendschappelijke wedstrijden te spelen. En dat ze zelf, zeg maar, georiënteerd verder kunnen ontwikkelen. En wat is jouw droom voor het Surinaamse elftal in de toekomst? Om gewoon een keer een WK te halen.
Ja. Is het mogelijk? Ja, in mijn ogen wel. Als we gewoon onze best doen, is gewoon alles mogelijk. En met God.